Hallo creatieve familie, hier is Chantal van Craftmama. Vandaag ben ik hier met een superleuke DIY. Vandaag gaan we een notebook maken van Oreo koekjes. En ja, zoals je ziet, het is een goede kopie. Ik heb er geen malletjes, helemaal niks voor gebruikt, alleen wat klei. En het is natuurlijk superleuk om te maken als cadeautje. Wat heb je hier natuurlijk nou allemaal voor nodig? Ook kun je het onder in de beschrijving vinden. Oreo koekjes en ze niet allemaal opeten voordat we dit gemaakt hebben natuurlijk. Een mesje. Een heet lijmpistool en ja, je hebt echt een heet lijmpistool nodig. Ik heb Play-Doh, gewoon speelklei. Ook heb ik zwarte verf gebruikt. En ik heb wat blanke nagellak gebruikt, dat is tegen het kruimelen. Maak nu je Oreo open en doe niet net zoals mij altijd je koekjes breken, want het gebeurt me nou altijd als ik draai wat ik ook doe. Snij hem open. Zorg dat hij heel blijft en haal de vulling eruit. En snoep natuurlijk wat je eraf snijdt lekker op. Want de Oreo die we gebruiken om het vormpje mee te maken, kunnen we natuurlijk niet hergebruiken. We hebben hier onze Oreo en die ga ik dus insmeren met nagellak zo meteen. Dan hebben we er dus op de twee van nodig. Dus ik ga hem zo helemaal bedekken. Een dunne laag blanke goedkope lak. En dit zorgt ervoor dat de klei niet zo hard plakt. Hier maak je er dus twee van en dit laat je goed drogen. Dan heb ik dus mijn Play-Doh, gewoon hele goedkope, simpele Play-Doh. Nou, duw ik een balletje van zo om mijn koekje heen. En dit gaat een tijdelijke mal worden voor mijn hete lijm. Dit kun je met alle soorten figuurtjes doen en vormpjes doen. Om na te maken in heet lijm, met een lijmpistool. Duw het er even goed omheen. En dan kun je heel langzaam het koekje weghalen. En dan hebben we dus onze Oreo mal. En dat doen we dus twee keer. We zorgen dat het heet lijmpistool goed warm is. En dan gaan we langzaamaan hem opvullen met het heet lijmpistool. Je zou hier bijvoorbeeld ook de glitterkartertjes voor kunnen gebruiken. Dit is een goedkoop lijmpistool van 3 euro volgens mij bij de Action. Lekt heel veel, maar ideaal hiervoor. Dan heb ik een goedkoop simpel notebookje. En daar ga ik dus een hoekje van uitsnijden. Ter grootte van een Oreo. Dus ik gebruik gewoon even een Oreo die ik nateken. En dan zorg ik dat ik zoveel mogelijk ringetjes aan de onderkant heb. En dat knip ik dan helemaal zo netjes mogelijk uit. Dan hebben we onze hele lijmpistool Oreo's die eigenlijk uitgehard zijn. Die kunnen we er los trekken. Er zit wat klei aan vast, maar gewoon even onder de kraan afspoelen. En dan kun je het zo eraf halen. Ik heb gewoon even een afwasborstel gebruikt en dan kon ik ze zo schoonmaken. En dan heb ik ze daar goed droog gemaakt. En dan hebben we onze replica Oreo's. Dit gaan we nou zo meteen op ons boekje lijmen, dus gewoon met heet lijmpistool. En daarna gaan we ze zwart verven. Doe er een flinke laag dus heet lijm op. En plak ze aan beide kanten van ons boekje vast. Ik heb ook alle openingen aan de zijkant een beetje opgevuld. En het mooi bijgewerkt met een houten stokje. Om het netjes mogelijk te maken. Duw het goed aan. Kijk, ik heb hem dus een beetje lijn erop gedaan. Heb ik het zo aangestreken. Dat hij mooi afgewerkt is. En dan pakken we dus acrylverf, zwarte acrylverf. Die ik een klein beetje met water vermeng. En dan ga ik alles dus helemaal donkerzwart maken. Je zou het ook een hele lichte tint bruin, of een hele donkere tint bruin kunnen geven. Maar zwart is net zo makkelijk. En dan gaan we door tot we beide kanten ingevuld hebben. En dan kunnen we het laten drogen. En dan zijn we eigenlijk al klaar. Nou, ik vond het dus superleuke DIY. Ik heb het zelf bij Pipe Cleaner Crafts gezien. En volgens mij komt die weer bij I Done Goddess vandaan. Maar ik had het nog niet op deze manier gezien. Ik vond het echt een leuke methode. Je kunt zo bijvoorbeeld ook strikjes namaken. Eigenlijk van alles nog wat. Kijk, zo zie je het relief ook beter. En dan kunnen we hem laten drogen. En hier is hij dus gedroogd. Je kunt ook echt goed zien dat het detailwerk helemaal goed is overgenomen. Het lijkt net een echt Oreo koekje. En ik ben ook super blij geworden met het resultaat. Nou, ik hoop dat jullie me ook gaan volgen op Instagram, op Twitter en op Facebook. Volg me ook als je wat dingen wil vragen, als je leuke dingen wil zien. Ik zou het heel leuk vinden als jullie bij onze creatieve familie kunnen komen horen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik wens jullie een hele fijne dag. En onthoud jongens, be unique!